Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an... Could you please hit the lights? Yeah. Je ziet echt gewoon dat hij passie heeft voor zijn vak en dat vind ik gewoon heel fijn om te zien. Wat is geen leuke eigenschap? Heel sociaal en heel spontaan ook. Hij praat makkelijk. Hij is altijd wel vrolijk in het. Het contact die hij legt met de leerlingen. Het is echt, ja, hij maakt echt goed contact. Zeg maar, hij is niet redelijk soepel, maar dan streng op bepaalde momenten. En hij is een van de weinige leraren die ook echt Engels spreekt als ik Engels les heb. Dus dat is in ieder geval fijn. Ja, hij praat de hele les eigenlijk Engels. Alleen als het grammatica is of als het belangrijk is, dan praat hij gewoon Nederlands zodat mensen het wel goed begrijpen. Dat is op zich wel heilig. Ja, want hij weet waar hij het over heeft. En hij zei zelf dat hij zelf zijn lessen kan improviseren. Dus hij weet wel echt waar hij mee bezig is. En als je improviseert, vind je het nog steeds fijn. Ja, want we leren gewoon van hem toch. Ik heb nooit het gevoel dat hij niet weet wat hij aan doet. Ik vind hem een goede docent. Omdat, hij maakt zijn lessen ook luchtig en leuker. En soms als hij dan bijvoorbeeld een voorbeeld geeft. Hey. Godver! Dan doet hij dat aan de hand van iets wat jij leuk vindt, jouw hobby's of zo. En ja, dat vind ik ook wel, dan kun je jezelf ook wel een beetje voorstellen. En dat vind ik ook wel leuk. Uitzonderlijk ja, maar vooral ook jong. En dat maakt ook dat hij nieuwe dingen wil uitproberen en nieuwe methodes wil maken. En nieuwe, in ieder geval ook dingen wil veranderen en op een andere manier wil doen. En die vind ik fris en fijn. Hij heeft een goede structuur van zijn lesopbouw. Hij probeert nieuwe dingen uit. En ja, hij weet wat iedereen nodig heeft. Dus dat maakt het een uitzonderlijk. Ja, ik vind hem wel uitzonderlijk, want hij heeft wel zijn eigen manier van lesgeven. En op een of andere manier weet hij het voor elkaar te krijgen dat iedereen respect voor hem heeft. Dus ook al is hij nieuw, iedereen mag ervoor. Wat hem uitzonderlijk maakt is zeg maar... alles wat hij doet, dat doet hij gewoon, gewoon blij, zeg maar. Met energie, enthousiasme. En dat vind ik wel uitzonderlijk, want niet elke docent heeft dat. Uitzonderlijk eng. Ja. Yeah. 1 tot 10. Guus vind ik ook wel gezellig. Alleen ik vind Luc extra gezellig. Dus dan zeg ik 10. Een 7. 7 of 7 of 8. 7,9. En 8. 8. 8. 9. 8,5 zit daar precies tussenin. Dus dat is toch zeker wel een 9 eigenlijk? Oh, een 9. Ja, sowieso wel een 9,5. Een 10. 10. Dikke 10. 14. 21. 1.